Zomer in onze haven. Voor veel mensen tijd om even gas terug te nemen, op vakantie te gaan. En bij mooi weer stromen de stranden vol. Ook binnenschipper Jaap Dogen vierde de afgelopen weken vakantie. Hij bleef wel varen, maar nam zijn gezin mee. We varen op schip Janinke. Het is 86 meter lang, 9,5 meter breed. We kunnen 3 meter diep in het water. En dan kunnen we 1630 ton aan goederen meenemen. En dat kan van alles zijn. Zand, grind, cellulose, stukgoed, containers, stenen. Eigenlijk alles wat niet vloeibaar is. En dat kunnen we transporteren over bijna heel de Benelux. We hebben 8 jaar samengevaren. Totdat de oudste naar groep 3 moest. En wij de keuze gemaakt hadden om ze niet naar het internaat te doen, maar dat de vrouw naar de wal ging. Dus varen we nu al 2 jaar alleen. En daarvoor altijd gezellig druk. Als vader is dat het mooiste omdat je je kinderen eigenlijk elke dag bij je hebt. Maar ik denk een vader aan de wal dat mist. Alleen het nadeel is wel dat je ze als ze 6 zijn ook nog maar 1 keer in de week ziet. Of tenminste een paar dagen in de week ziet. Ik kom helemaal niet van de vaart. Dus internaat is voor mij gewoon helemaal niet bekend eigenlijk. En toen dacht ik, wil ik daar mijn kinderen naartoe doen? Onze kinderen. En Jaap had daar geen moeite mee, maar ik dacht, nee, dat kan ik niet. Dus hebben we ervoor gekozen om gaan kijken voor een huis. Dat hebben we gevonden in Oosterland. En daar woon ik nu. Het is niet altijd heel leuk. Er is ook veel gereisd nu naar boord. Dat was wel een beetje de afspraak dat ik het weekend naar boord zou komen. En eigenlijk lukt dat toch wel heel veel. Plezier, jij zit weer gewoon overhang. Tot straks. De liefde voor het varen begon voor hem ook in de schoolvakanties. Op het schip van zijn oom. Nou, ik denk vanaf de middelbare school elk jaar wel elke vakantie, als het kon, mee op het water. En dan zoveel lieverleden liefde voor het varen opgebouwd. Ik vond het werk mooi. Ik ben altijd ergens anders, nooit op hetzelfde plekje. En later mocht ik steeds meer gaan varen. Totdat er op een dag dit schip voorbij kwam. En toen moest ik ineens in een half jaar klaargestoomd worden voor mezelf te beginnen. Dus... Vakantie aan boord is dus een mooie tijd. Toch is het varen in het zomerseizoen, met alle pleziervaart op het water, wel opletten geblazen. We zitten nu in het hoogseizoen met bootjes, sloepjes en dat vaart hier allemaal op het water. Alleen de meeste mensen hebben niet echt een besef dat we dat lege schepen best een grote dode hoek hebben. Dus dat we 350 meter eigenlijk niet kunnen zien. Visueel wel met camera's en met een radar, maar dat is toch heel wat anders. En dat het daardoor soms voor ons best wel spannend is. Als er iets gebeurt, dat we al gelijk moeten handelen. Omdat we niet zo snel een remweg hebben als dat iedereen denkt. Als de scholen straks weer beginnen, gaan de kinderen weer naar huis. En staat Jaap er door de week weer alleen voor. Toch zou hij niet anders willen. Het mooie van varen is elke dag ergens anders. Altijd een ander uitzicht. Je kan 9 van de 10 keer zelf je tijd indelen. Geen gezeur in je hoofd. En je bent vrij.